is het tweede geboorteleerwerk. Omdat de Harmonie op 16 oktober deelneemt aan het Bondsconcours in Heerlen, willen ze graag beide concourswerken laten beoordelen. In Land of Legions worden we door de Duitse componist Andreas Ludwig Schulte meegenomen in de fictieve wereld van legendes, zagen en sprookjes. De inleiding van het eerste deel, The Castle, beschrijft de majestueuze contouren van de plaats van handeling. De instrumentatie, horens, zorgt er mede voor dat we ons direct in middeleeuwse sferen wanen. De toevoeging van het scherp koper geeft zelfs een heldhaftig tintje. Wanneer we door de poort naar binnen gaan, blijkt dat het op de binnenplaats een en al bedrijvigheid is. De pages, schildknapen en soldaten houden zich bezig met het intact houden van de wapenuitrusting. Er wordt bier gebrouwen, vlas gesponnen, het vee wordt verzorgd en enkele ambachtslieden uit de omliggende dorpen zijn druk in de weer. In de bovenste kamer van de ronde toren verblijft een oude wijze man, the old wizard. Hij laat zich bijna nooit zien. Niemand weet wat hij precies doet. Er wordt gezegd dat hij zich bezighoudt met tovenarij. Het is een groot mysterie, in nevelen gehuld. Gefeest werd er ook. De ene keer sober, de andere keer uitbundig. De bruiloft in het derde deel heeft allure. Onder luid trompetgeschal wordt de bruid aan de hand van haar vader binnengebracht. Tijdens het feest wordt er gedanst onder begeleiding van de troubadours en natuurlijk volgt een Bourgondische maaltijd. Thank you.
Amsterdam, Harmonie de Vriendenkring uit Wel. Zo dadelijk gaan we luisteren.